Dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video hier op F123 van de Ferrari Career Mode Serie. We gaan weer verder waar we gebleven waren. En dit keer staat de grote prijs van Groot-Brittannië op het programma. En dat is natuurlijk in Silverstone, een iconisch circuit. We zagen net eventjes de ontwikkelingsstrijd. McLaren loopt verder en verder uit. Dat was toch wel een redelijk pijnlijke conclusie dat hij bijna elke Grand Prix gewoon echt wel grote updates meenemen. En dat was best wel zorgwekkend om te zien. Wij hebben natuurlijk, zagen jullie, een grote powertrain update klaarstaan. Maar die is er alleen nog niet voor deze Grand Prix. Oké, ja, hier zien we nogmaals die ontwikkelingsstrijd. En dan zie je echt dat McLaren elke week maar weer upgrades meeneemt, lijkt het. Want McLaren heeft ook in Silverstone weer een grote pakket aan updates mee. Alleen de prestaties bij het team vallen tegen. De auto schijnt niet betrouwbaar te zijn. Ze vallen vaker uit dan dat ze finishen. Dus dat is een groot probleem voor McLaren. De durability is daar dus best wel slecht geüpgraded. Gaan we over naar de kwalificatie. Silverstone, een iconisch circuit. Een circuit wat vroeger een militair vliegveld was. Wat omgedoopt is tot een racecircuit. Vroeger was de start-finish op waar Max Verstappen en Hamilton op dat stukje crashten. Daar was vroeger start-finish. Nu is start-finish gewoon tegenwoordig ergens anders. Waar je gewend bent eigenlijk dat we starten. Dat is nu start-finish, maar dat was vroeger dus niet zo. Dat kon je ook wel zien, want waar dat is gebeurd, daar zit ook een pitstraat. Nou ja, die wordt nog wel gebruikt, alleen voor andere raceklasses. Oké, over Q1 gesproken. Eerste en tweede sector zijn groen. Nou, ik kan jullie vertellen dat die alle twee paars zijn, want ook de derde sector is paars. We rijden in 1:24.537. En we hebben een grote tik uitgedeeld aan Esteban Ocon, want 19e is het gat naar de nummer 2. En dat is toch best wel een redelijk pijnlijke conclusie voor de rest van het veld. Want dat is toch best wel een gapend gat. Een gat wat je eigenlijk niet wil. Het gat wordt nog een beetje dichtgereden door de McLaren van Perez. Maar dat is 17e. Dat is toch wel even een groot gat, zeg. Zijn er dan nog opvallende uitvallers in deze? Nou, het antwoord is nee. Nick de Vries, Loss en de Alfa Tauri's. Sue van de Alfa Romeo en een Williams. Gaan we over naar Q2, waarbij we op dit moment weer bezig zijn met een goede run. Zien we Verstappen maar op P13, de beide Aston Martins doen het niet goed. Aston Martin valt sowieso ver terug in de ontwikkelingsstrijd. Het lijkt er op dit moment niet goed voor ze uit te pakken sinds we weg zijn. Want sindsdien zit het team in een enorme, ze zetten de weg omlaag in. Wij rijden een 1:23.9 en dat is weer fors beter dan wat we in Q1 reden. En dat is een 1,3 seconde voorsprong. Alweer een pijnlijke conclusie voor mijn teamgenoot. En zo rijdt Ocon het gat nog een beetje dicht, maar het is weer bijna 1/18 van een seconde. Ja, dat is gewoon te groot. En ik denk dat Ocon dat zelf ook weet. Opvallend, Verstappen en Norris halen Q3 niet. Dat is redelijk opvallend. Tsunoda en Bottas en Stroll ook niet. Dus ook geen Williams en ook geen Alfa Romeo en ook geen Alpine in Q3. Wij wel dus in Q3. Ook Oscar Piastri en Charles Leclerc zitten daar gewoon in. En ook Carlos Sainz in de Red Bull, de enig overgebleven Red Bull. En wij zetten maar één rondje neer en dat is een 1:24.1. Hij is wel 2/10 trager dan wat we in Q2 er neerzetten. Alleen schijnt het opnieuw genoeg te zijn om door te gaan naar pole position. En dat gat is 1/5. Ja, dat is toch wel een groot gat. Ik hoop dat we dit gat ook kunnen hebben in de race. Is voor jullie natuurlijk saai. Alleen ik heb liever een hele saaie race. Want dat betekent dat ik hem in ieder geval uitrij. En dat we eerste worden. Want ik wil niet voor de derde keer op rij tweede worden. Want we zijn in Canada en Oostenrijk natuurlijk al twee keer tweede geworden. En natuurlijk ook in Bahrein aan het begin van het seizoen. Rivaliteit, 10 punten gat op Charles Leclerc. Ja, dat is wel een gapend gat naar de Aston Martin coureur. Denk ook niet meer dat Charles Leclerc dat recht kan zetten. Het blijft als goed is droog in Silverstone. Alleen ja, het land zelf ligt wel aan zee. Dus we moeten wel even oppassen. Het circuit zelf niet. Maar het is wel even oppassen met het weer, maar het ziet er goed uit. Op naar de race. Welkom in Groot-Brittannië en op het geweldige Silverstone circuit bij de Grand Prix van vandaag.
Op de grens van Northamptonshire en Buckinghamshire vormen de 18 bochten van Silverstone het 5,8 kilometer lange kloppende hart van de Formule 1. Het is in de loop van de jaren opnieuw opgebouwd, waarbij bocht 1 nu een snelle naar rechts is. Maar de magie van het racen is hier nog even sterk als ooit. Het is tijd om te zien hoe de coureurs erbij staan na de spannende kwalificatie van gisteren. Het is dus Ferrari op pole position, net voor Alexander Albon, die op P2 start. En op de rest van de grid hebben we Ocon, Magnussen, Hulkenberg, Perez, Russell, Leclerc, Sainz, Oscar Piastri, Norris, Verstappen, Stroll, Bottas, Tsunoda, Gasly, Sargeant, Zhou, Liam Lawson en Nick de Vries. Welke van deze getalenteerde coureurs pakt vandaag de winst? Bas van Damme is weer bij voor de Grand Prix van vandaag. Laten we over Williams praten. Wat vind je van de prestatie tot nu toe in dit seizoen? De sfeer binnen het team is momenteel heel positief. Iedereen is goed geluimd en heeft veel plezier in wat ze doen. En dat heeft zeker bijgedragen aan de prestaties die we hebben gezien. Pakken we de strategieën bij voor deze race. Het wordt een soft-medium strategie. Ja, ik weet het, deze is vaker slechter uitgepakt dan goed. Maar laten we hopen dat hij dit keer goed uitpakt. En dan kunnen we in ieder geval een hele leuke race ervan gaan maken. Dus eens kijken hoe deze race loopt op deze strategie. Oké, de lampen zijn aan voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, dames en heren. Albon op plek 2, Ocon op plek 3 en de beide Haas met een geweldige kwalificatie 4 en 5. En wij hebben een hele goede start. We hebben geen wheelspin, wat inhoudt dat we gewoon als eerste door de eerste bocht komen. En zelfs op bij de tweede bocht zijn. Albon heeft op dit moment, zit er wel dichtbij hoor. Dus daar moeten we wel echt voor oppassen. Niet dat hij ons komt verrassen en dat hij ons inhaalt. Het gat is 3/10. Ja, daar gaat Albon er wel echt naast komen hoor. Albon voor de leiding in de race. Albon heeft de leiding in de race. En dit was zorgwekkend, want McLaren heeft natuurlijk enorm de weg omhoog gevonden. Dus het was maar de vraag of we op race pace mee konden komen met Alex Albon. Gaat dat ons lukken? Dat is natuurlijk de grote vraag. Albon dreigt weg te rijden. 3/10, het gat maar door de ERS. Weten we dat gat nog wel enigszins klein te houden. Hier de herhaling van de start. Zien we ook dat we gewoon geen wheelspin hebben. We komen echt perfect van onze plek af. En Albon ook. Waardoor Ocon dus geen aanval op hem kon zetten. En hier zien we het ook. Gewoon prachtig. Hoe je dat ziet, al die auto's achter elkaar. Gewoon geen incidenten in de eerste ronde. Dat is ook wel eens fijn. Zijn wij dus op zoek naar een inhaalactie op Albon. We zijn aan het pushen. Het gat is 4/10, dus Albon breidt wel iets uit. Alleen, het stelt niks voor. Hij rijdt wel een 1.30.000. Dat is wel precies knap gereden. En wij rijden een 1.30.367. Dus we zijn 3/10 trager in de eerste ronde. Is niet erg. Zolang je maar de aansluiting houdt. Zolang je misschien maar wacht op de DRS. Of kunnen we het misschien hier al gaan doen zonder DRS. Want DRS gaat natuurlijk pas vanaf de volgende ronde in. Kunnen we het misschien alleen al met ERS? Nou, met de slipstream en ERS moet het toch wel gaan lukken. En ja hoor, dat gaat ons wel lukken. We komen ernaast bij de McLaren. En kunnen er zelfs aan voorbij komen. Zo hebben we de leiding in de race terug. En kunnen we misschien eens gaan proberen om weg te rijden bij Albon. Dat lukt ook. Hulkenberg heeft zelfs Albon ingehaald. En ook Ocon. Albon heeft opeens een negatieve spiraal in deze race bereikt. Ook een gele vlag. Daar gaan we zo naar kijken. Maar eerst rijden we de snelste raceronde. 1:27.8. Deze snelste raceronde is belangrijk. Aangezien we hier natuurlijk gewoon een puntje voor krijgen. Ocon heeft de tussentijd Hulkenberg ingehaald. Maar dat terzijde. We moeten even kijken waarom er een gele vlag was. Het was een Williams. Die heeft ook inmiddels de pitstraat opgezocht. Dus daar was een probleem bij. Laten we eens even kijken. Het gebeurde bij Maggots en Baggots blijkbaar. Hij rijdt door Maggots en Baggots heen. En daar heeft hij wat geraakt lijkt me. Want hij heeft een lekke band. Dat is natuurlijk niet fijn om te hebben. Een lekke band voor de Williams. En dat is dan de Williams van Logan Sargeant. Want dat is op dit moment de laatst geclasseerde Williams op de grid. Ja, dan moet dat natuurlijk wel. En zo heeft Logan Sargeant al een dramatische race. Je kan het vanaf hier beter zien. Vanaf de band. Kijk, je ziet die band op en neer gaan. Dat is een leeglopende band. En zo heeft Logan Sargeant dus pech aan het begin van deze race. Zitten wij in de derde ronde van de race. Een gat van 1,8 seconden op Esteban Ocon. Op zich best wel fijn dat je al zo'n groot gat hebt. Maar ja, het is maar de vraag of je dat kan houden. Een groene tweede sector. Maar ik denk niet dat we onze snelste raceronde kunnen gaan verbeteren. Dat is ook helemaal de doelstelling niet. Ik wil proberen iets meer op mijn banden te letten. Alleen is dat niet zo makkelijk in Silverstone. Laten we eens even kijken naar een inhaalactie van Nico Hulkenberg.
want die is in gevecht met mijn teamgenoot Esteban Ocon voor de tweede positie in de race. Haas doet het geweldig en dat laat het in deze race maar zien dat de ontwikkeling van de auto goed is bij het Amerikaanse team. En dan zien we weer een gele vlag. En die gele vlag is achter ons. En je gaat het niet geloven, we hadden het nog over de betrouwbaarheid van McLaren, Alex Albon, is uit de sessie. Ja, McLaren weet het maar niet voor elkaar te krijgen om de auto betrouwbaar te krijgen. In tussentijd switchen Hulkenberg en Ocon weer van posities. Maar ja, dat is natuurlijk redelijk pijnlijk. Dan heb je de beste auto op papier. Maar is de durability zo dramatisch dat Albon opnieuw DNF is? Voor in Canada was het natuurlijk Perez. En nu is het Albon. Ja, redelijk pijnlijk. Ook al in de vijfde ronde van de race. Ja, ik denk dat je liever op het begin uitvalt dan bijna aan het einde. Want dat zal natuurlijk helemaal pijnlijk zijn. En Albon rijdt zijn auto het gras in. Achtste ronde van de race. Ja, Ocon heeft het gat inmiddels weten te dichten. Dat is natuurlijk iets minder fijn. We zien ook dat Ocon een aanval gaat doen voor de leiding in de race. En dat gaat hem ook lukken, denk ik. Nou, we blijven er in ieder geval wel naast. We crashen er zelfs bijna met z'n tweeën vanaf. We nemen heel veel risico. We krijgen ook een waarschuwing van de FIA. Aangezien we een botsing hadden met Ocon. Maar we weten er toch knap voor te blijven. En dat is toch wel best wel goed. Want de soft krijgt toch wel een enorme drop-down. En ja, dat is... Nou ja, ik heb wel eens eerder meegemaakt dat de soft een drop-down meemaakt. Maar ja, Silverstone is ook gewoon best wel agressief op de banden. Dus op zich verrast dit mij totaal niet. Het is wel moeilijk om Ocon achter ons te houden. En ook Hulkenberg, want het gat tussen die twee is 16e. Ja, het scheelt echt zo weinig. We kunnen gewoon twee plekken in één keer verliezen. Maar in ieder geval, Ocon gaat weer een aanval doen voor de leiding in de race. En dat gaat hem ditmaal ook lukken, vraagteken. Ja hoor, want we raken elkaar wel weer. Maar we weten elkaar heel te houden. En daardoor heeft Ocon de leiding. Hulkenberg probeert het ook. Maar dat lukt hem niet. In de 11e ronde van de race houden we wel gewoon de aanstelling op Ocon. Wat inhoudt dat de soft nog zeker niet de traagste band is. De medium is wel sneller. Alleen nemen wij wel best wel wat risico in onze rijstijl om proberen bij Ocon te blijven. En dat, ja, dat werpt wel zijn vruchten af. Want we komen weer naast Ocon in stow. En dan, ik bedoel een kopscorner, sorry. En dan zijn we er ook weer aan voorbij. Dan gaan we door Maggots en Baggots heen. Ja, daar verliezen we wel wat tijd ten opzichte van Ocon. Hier weet Ocon het makkelijkste bij te blijven. Want ja, in de bochten is die mediumband gewoon sterker dan onze. Niet zo heel raar, aangezien hun mediums natuurlijk gewoon veel beter zijn dan onze softbanden. Maar op het rechte stuk lukt het alleen Ocon nog niet om ernaast te komen. 12e ronde van de race dan zien we dat Ocon nog steeds in 3/10 zit. En hij gaat dus de DRS aankrijgen, want op die witte lijn was dus het DRS-punt. En daar gaat Esteban Ocon er ook weer aan voorbij. Zo zitten we in de 12e ronde weer op de tweede positie in deze race. En ik hou niet zo van dat gestuiverwissel de hele tijd. Maar ja, het is aan de ene kant wel in onze voordeel. Want dat houdt wel gewoon in dat de softband nog iets langer door kan dan wat we gepland hadden. Want eigenlijk hoorden we al naar binnen te gaan in deze race. Want de pitwindow was in ronde 11. En wij zitten nu al in de 12e ronde en rijden nog steeds op onze oude softbanden. Je merkt wel dat we aardig wat wijd gaan. Dus dat we in de bochten gewoon echt totaal geen grip meer hebben. Door Maggots en Baggots. We weten mee te blijven komen met Ocon. Het is wel lastig hoor, want je ziet het gat groter en groter worden. Je moet echt je batterij volledig gebruiken. Wil je een aanval gaan doen op de Fransman? En die aanval gaat er opnieuw komen. Hartstikke idee. Zo kunnen we Ocon in ieder geval weer proberen in te halen. Hij blijft er wel naast. Hij zit er nog steeds naast. Je zag het blauwe lijntje. Dus we moeten de pitstraat in, maar doen dat nog niet. En zo zijn we weer voorbij aan... Nou nee, helemaal nog niet zelfs. Het scheelt zo weinig. We crashen elke keer bijna samen er vanaf. Maar we houden de positie en zo heeft Ocon plek 2 weer terug. En Russell heeft de beide hazen intussen tijd te grazen genomen. Laten we daar eens even naar kijken. De haas van van Magnussen rijdt er al achter. En daar gaat de haas van Nico Hulkenberg er ook aan. Zo heeft Russell de podiumpositie in deze race. En moet Haas gaan reageren? Wil het een podiumpositie behalen in deze race? Dat was dus de inhaalactie van de Mercedes. Gaan we weer over naar het circuit. Waar het allemaal moet gaan gebeuren. Waarin we nog steeds in strijd zijn met Esteban Ocon. Ronde 13 van de race. We naderen wel een beetje de pitstop. De banden zijn aardig over de cliff.
En ik dacht van, nou, Change Strategy, prima. Ronde 13 naar binnen, prima, vind ik helemaal goed. Ocon naar binnen. Ik bedoel, sorry, Ocon is ons weer voorbij. Zo heeft hij de leiding weer terug in deze race. Zien we ook dat Hulkenberg buiten de top 5 is gevallen. Ja, het is van plek 2 naar plek 6. Ja, it's not best. Oh, nou, hij zit wel weer in de top 5. Laten we even weer bezig gaan met Ocon. Ferrari doet het natuurlijk uitstekend. Ondanks dat Russell ook in onze DRS zit, kunnen we misschien weer een aanval gaan wagen op Ocon. Ik denk dat we ook wel de pitstops van AI naderen. Maar goed, mijn team wil mij nu naar binnen hebben. Dus ik ga ervan uit dat Ocon niet naar binnen gaat. 80% banden, dus we moeten ook wel naar binnen. Alleen gaat Ocon wel naar binnen. Ja. Ik weet niet wat voor team ik heb, maar in ieder geval niet een goed team voor een dubbelstack. Dus we gaan gewoon weer door op de hoop dat we geen lekker band krijgen. Nog één rondje overleven. In dat rondje overleven we. Hulkenberg wou ons nog wel gaan inhalen. Alleen dat lukt hem niet. Daardoor staan we nog op de eerste positie. Rijden we de pitstraat binnen. En is het de bedoeling dat we een goede pitstop krijgen. Zagen we nou dat Max Verstappen uit de sessie was? Inderdaad, Verstappen valt uit in deze Grand Prix. Dat is redelijk pech voor de Nederlander. Die al niet zo'n goede race had. En dit is de bevestiging dat het nog dramatischer kan. Oké, wij dus binnen voor onze pitstop. En de bandjes gaan erop. De mediumband. Ja, we zijn expres een paar rondjes doorgereden. Op de hoop dat de mediumband het dit keer wel volhoudt. En dat we misschien wel kunnen gaan verrassen in deze race. Door de uitvalbeurt van Verstappen werd het groepje voor ons eventjes opgehouden. Maar we kunnen er sowieso niet voor de pitstraat uitkomen. Want we komen over de lijn. Ja, en dan heb je ook nog dat je te vroeg op je gas gaat. Een momentje. En dan kom je opeens op plek 5, plek 6, plek 7 de baan terug. Yeah, that's not best, hè? Hey? Oh, en dan kwam Guang Yuzhou ook nog even aanzetten. Die had ik even niet gezien. Maar in ieder geval kunnen we die er nog wel voor houden. Valtteri Bottas op plek 5, Perez op plek 6. Nou ja, Bottas gaat uiteindelijk terugverwezen worden naar de zesde positie volgens mij. In ieder geval hier de uitvalbeurt van Max Verstappen. Ja, hier zie je al dat hij snelheid verliest. En komt al door kopscorner niet met heel veel snelheid meer. Jemig, Nederlands is moeilijk. Oké, ja, Bottas inmiddels terugverwezen naar plek 6 door Perez. Esteban Ocon rijdt een 1.26.689, wat de snelste raceronde is. Ja, wij kunnen op dit moment geen snelste raceronde zetten, aangezien we ja, in fight zijn. Bijvoorbeeld, kijk hier, we halen Valtteri Bottas maar eventjes in. Die het trouwens best wel goed doet met de Alpine. Zevende positie, Gasly op plek 4. De Alpines doen het best goed op dit circuit, vind ik best wel verrassend. Ik ga ervan uit dat ze natuurlijk nog niet gepit zijn, anders is het niet zo verrassend. Uiteindelijk was het ook allemaal niet zo verrassend, want Gasly heb ik ingehaald. Nee, volgens mij heb ik die op de baan niet ingehaald. Maakt ook niet uit, hij rijdt achter ons. We staan weer op de vierde positie in deze race door een inhaalactie op Sergio Perez. En zo zien we de beide Mercedes rijden. En toen dacht ik van kloten, nu moet ik wel even aanzetten. Want beide Mercedes op 3 en 2 is natuurlijk niet zo lekker voor de constructeurs. Dus ik wil gewoon weer proberen een 1-2'tje met Ferrari te halen. Zal ook weer heerlijk zijn als dat lukt, zeg. Dan voor de tweede keer dit seizoen. Dan is Ferrari echt lekker bezig nu. Ocon begint ook steeds meer zijn draai te vinden in de Ferrari. Begon natuurlijk dramatisch aan het seizoen. Maar de afgelopen races gaat het echt fantastisch, Ocon in de Ferrari. En wij gaan in de tussentijd even Russell het leven zuur maken. Sterker nog, we halen George Russell in. En zo staan we op de derde plek. En kunnen we dan misschien ook nog Lando Norris gaan inhalen. Dat zal toch ook wel wat zijn, zeg. Hier de herhaling nogmaals waarin we George Russell weten in te halen. We zitten al een beetje te kijken. Russell verdedigt daardoor niet de racelijn. Hierdoor kunnen we wat later remmen op de racelijn. En kunnen we Russell voorbij gaan. Hier zie je het ook. Russell zit gewoon te ver aan de buitenkant. Waardoor hij niet anders kan wachten totdat we hem voorbij zijn. Want dan kan hij pas weer normaal insturen. Oké, de tweede positie heeft Lando Norris natuurlijk nog steeds. Zit in de DRS van Esteban Ocon. En ik denk van, weet je wat, ik moet mijn teammate wel een beetje helpen. Een beetje de druk bij hem weghalen. Dus laten we proberen Lando Norris in te gaan halen. Dat valt ook wel onder de opties vandaag. En daar is dan ook de inhaalactie in kopscorner. Waarbij Hamilton het niet kon bij Verstappen. Laten wij wel genoeg ruimte. En laten wij maar even zien hoe het wel moet. En zo staan we op de tweede plek. En kunnen we dan misschien toch nog denken aan de raceoverwinning? Of is dat te veel gevraagd? Laten we het eens even gaan kijken in de race.
Met nog 7 rondjes te gaan, lijkt het erop. Hoppata, kijk eens wat een snelheid. En die harde banden van Ocon laten hem toch wel even in de steek. En de motorvermogen ook. En alles wat met de auto te maken heeft. Want wij leiden de Grand Prix hier in Groot-Brittannië opnieuw. 21ste ronde van de race. Ocon nog steeds een 2-10, 3-10. En Norris valt eenmaal buiten de DRS van beide Ferraris. Wat natuurlijk voor Lando Norris niet zo lekker is. Want dat betekent dat zijn medium in een drop-down zit. Ja, wij zijn wat later naar mediums gegaan. Ocon haalt ons daarentegen wel weer in, zoals we net zagen. Maar ik had geen paniek, want de mediumband voelde nog best wel goed aan. We zien het ook in de bandenslijtage. Het is nog best wel oké. Het is lichtgroen, donkergroen, lichtgroen, hoe je het ook wil noemen. Nee, het is donkergroen, maakt het niet uit. Of het is wel lichtgroen. Maar boeien, Ruud. We staan nog op de tweede positie, maar kijk even hoe groot het gat is naar Ocon. Het is bijna niks, het is niks. En daardoor kunnen we misschien toch nog proberen deze geest te winnen. Door de hele tijd een beetje bij Ocon het leven zuur te maken. En sterker nog, gewoon weer proberen de leiding te pakken. En dat lukt ook nog eens. Zo staan we weer op de eerste plek. En zo is het een beetje stuivertje wisselen met Ocon. Wat het eigenlijk ook al was voor de pitstop, is het eigenlijk ook gewoon na de pitstop geworden. Hier ook komt Ocon er weer naast. Dan zie je er weer aan voorbij. Maar we naderen wel steeds meer het einde. Nog 3 rondjes staan er op de teller. En als we straks over start-finish gaan, zijn het er nog maar 2. En ja, dan wordt het wel billen knijpen wie er daadwerkelijk eerste gaat worden in deze race. 24ste ronde. Ocon natuurlijk nog steeds aan de leiding. Hier in het prachtige Silverstone. We gaan door Maggots en Baggots. En dan komen we uiteindelijk aan bij dat rechte stuk. Waar het weer moet gaan gebeuren. Ocon richting de laatste bocht. En daar hebben we weer de leiding. En we naderen de 1 na laatste ronde van deze Grand Prix. En wij pakken dus de leiding terug van Esteban Ocon. ...25ste ronde van de race. Dus de 1 na laatste ronde. Komt Esteban Ocon ook weer even koekeloeren bij ons. En zo gaat Esteban Ocon ons ook voorbij. Zo hebben wij de tweede positie terug in deze race. Iets wat je natuurlijk niet wil, maar ja, soms ontkom je er ook gewoon niet aan. Dat is ook gewoon zo simpel als wat. En zo staan we dus gewoon weer tweeders. Maar dat is nog niks gezegd, hè, want hier bij Kops konden we het misschien weer doen. Maar we wachten gewoon rustig af totdat we weer bij dat rechte stuk zijn. Eerst even heel eruit. Door Maggots en Baggots komen. Een hele leuke bochtencombinatie. Ook wel de S's genoemd. Maar ze heten Maggots en Baggots. Ja, en Ocon weet daar niet uit te lopen. Dus sterker nog, dan is het met de DRS-ERS combinatie gewoon weer raak. En zo zijn we met het Drag Reduction System weer voorbij aan Esteban Ocon. En ja, dan is het de grote vraag. Kunnen we dit volhouden? Laatste ronde van de race. We komen, ja, nou ja, weer richting paar bochtjes aan. Maar kijk eens, daar komt Ocon. En Ocon probeert zich weer ernaast te krijgen. Wil de leiding graag overnemen. Wil graag opnieuw een Grand Prix winnen. Want Ocon is de laatste tijd heerlijk bezig aan het seizoen. Sterker nog, dit kan zomaar eens zijn tweede overwinning worden in 3 races tijd. Als hij hier de leiding weet te pakken. En dat weet Ocon. Ocon pakt de leiding hier in Silverstone. Opnieuw. Kan hij zijn tweede overwinning van het seizoen pakken? Is de grote vraag. In de Ferrari. Hij heeft nog maar 1 race gewonnen. Dat was de Grand Prix van Canada. Die won hij op het laatst van ons. En wint hij nou weer op het laatst van ons? Kan hij een mentale klap aan zijn teamgenoot uitdelen? Nou, wij pakken de leiding terug. Maar we komen er niet helemaal aan voorbij. En daardoor gaat Ocon deze Grand Prix op zijn naam schrijven. Grip was er niet meer, waardoor we er niet de ene actie door konden zetten. Ocon, de Fransman, wint hier in Groot-Brittannië en wij worden tweeders. Yes, mate, I cannot complain about that one. That was an excellent drive. Well done. Er is volop actie hier op Silverstone. Een gedenkwaardige race en een indrukwekkende zege. Was Van Damme een gedenkwaardige overwinning vandaag. Waardoor hebben zij zichzelf van de rest onderscheiden? Bij deze spelen de banden echt een grote rol in de uitkomst.
Zoals altijd draait het niet alleen maar om snelheid, maar ook om een constante snelheid over de gehele baanafstand. Als je dus de rondetijd kunt behouden en toch vloeiend rijdt en aardig bent voor je banden, dan heb je de race vandaag gewonnen. Daar komen onze winnaars aan. Een spannende race en een superprestatie van Ferrari. Iedereen kent de geschiedenis en het is dan ook geen verrassing dat fans van over de hele wereld ze graag weer bovenaan zien. Zo was er weer een prachtig resultaat voor het team van Ferrari en Silverstone. De tweede, keer een 1-2'tje. En natuurlijk in Oostenrijk was het een 2-3'tje. Dus het gaat goed met het team van Ferrari sinds Canada. Want sindsdien, ja, de hoogste resultaat daarvoor was van Ocon plek 4 in Miami. Oké, de Drivers Kampioenschap. Wij vergroten onze voorsprong met bijna 70 punten. 69 punten ten opzichte van George Russell. En 88 ten opzichte van Esteban Ocon. En 89 punten ten opzichte van Verstappen. Ferrari vergroot in de constructeurs een gat naar Mercedes. 86 punten is het gat. En het gat naar Red Bull, 138 punten. Alfa Tauri is nog het enige team met 0 punten. De rivaliteit dan met Charles Leclerc bereikt bijna zijn climax. Want de volgende race gaan we hem beslissen. Want het gat is 26-12. Wat inhoudt dat we sowieso deze rivaliteit gaan winnen. Of er moet wel heel wat raars gaan gebeuren in de aankomende twee races. Volgende week kunnen we dat dus beslissen. Dames en heren, wil je deze serie vooruitkijken? Dat kan. Neem een lidmaatschap op dit kanaal. Dat kan voor 2 euro per maand met het F1 lidmaatschap waarmee je F1 video's vooruit kan kijken. Vergeet ook niet te abonneren en op dat meldingknopje te drukken om niks te missen van dit kanaal. Toedeledokie!